Wij gaan vandaag onze goede vriend Lars Petersen stalken. Maar Lars die belt mij ineens. Hé hey, Larsie. Hé, dat ding van Bolland gaat niet meer door. Dames en heren, jongens, meisjes, leuk dat jullie kijken weer een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag hebben wij weer iets geweldigs op de planning staan. We hebben namelijk één taak en dat is Lars stalken. Wij gaan vandaag onze goede vriend Lars Petersen stalken. Hij heeft als goed is niks door, het is allemaal goed geregeld en we hebben natuurlijk weer een geweldig mooi stalkvoertuig mee. Kijk eens even wat voor auto we hebben. Hij valt een beetje op, ik vroeg om een onopvallende auto. Dit is wel een auto waar je misschien een keertje naar zou kijken. Ja. Zeker als je Lars heet en van auto's houdt, maar er zijn hier ook geweldige stickers op. En dat is van Pau Zwolle, want daar heb ik de auto eventjes van geleend. Maar sorry Pau, fijn dat ik de auto mee mocht, maar de sticker moet er echt af, want dit gaat Lars herkennen. Dus we gaan hem gewoon eraf pulken. Nou, in ieder geval, we gaan eerst even zorgen dat de auto ready is voor het stalken. En als je nog geen blauw duimpje omhoog hebt gedaan, dan moet je dat natuurlijk eventjes doen. En we hebben de 160.000 abonnees behaald. Daar wil ik jullie enorm voor bedanken. Laten we opgaan naar de 170.000 abonnees. Dus abonneer even hieronder. Het is helemaal gratis. Hoef je niks voor te doen. De stickers zijn er inmiddels af. En het is tijd om richting Mees te gaan. Ik heb de live locatie van Mees gekregen. Want Mees is heel de dag bij Lars en Boas ook. Dus dat komt super mooi uit. En ik heb dit eerder gedaan. En toen ging het niet zo goed. Toen ben ik namelijk gesnapt. En heeft Sjan me er een beetje bij genuit. Maar het gaat om het idee. Het is leuk. Het maakt niet uit. Ik houd bij mijn eigen vriendengroep. En ik wil het nog één laatste keer proberen. En ik denk dat Lars niet zoveel door gaat hebben. Ik heb de live locatie van Mees. Ik weet dat ze vanmiddag richting een survivalbaan gaan. En wie gaat daar dan ook natuurlijk naartoe? Yes, Timo Miedema. We zijn een poosje verder. En kijk eens bij welke auto ik sta. De auto van Macy. En ik heb net even op Instagram gekeken. En Lars is dus nog thuis. 9 minuten geleden. Lars is sloom. Lars en Mees zouden eigenlijk nog naar de camping gaan. Dan zou ik daar gaan wachten op Lars. En dan kon ik er filmen. Super cool. Lars in beeld. Maar helaas, Lars is dus nog thuis. Dus we gaan gewoon even bij Mees gezellig buurten. En daarna komt als het goed is Lars richting Mees. En dan wordt het spannend. Oké, ik ben bij Mees. Maar Lars die belt mij ineens. Ja, wacht even, ik moet een veilige plek hebben. Mees? Ja? Kom maar. Weet je wat dus het probleem is? We dachten we gaan stalken, maar nu gaat het hele bosverhaal niet meer door. Dus nu gaan ze een jacuzzi bouwen op het kantoor. Dus nu moet ik fixen dat ik om het kantoor ben, in het kantoor en weer uit het kantoor. Het is een heel plan, maar dat komt helemaal goed. We gaan Lars even terugbellen. Hé, hey, Larsie. Hé, hey, dat ding van Bolland gaat niet meer door. Ja? We gaan nu naar het kantoor. Daar gaat Bolland iets van een jacuzzi bouwen of zo, volgens mij. Zijn. Ja? Ja, hoe laat ben jij daar? Ja. Oké, yo. Sukkel! Hij heeft nog niks door, volgens mij. Dit kan niet verkeerd gaan. We zijn aangekomen bij het kantoor. Dat ligt hier achter. En we hebben een leuk plannetje, want we gaan gewoon in de auto zitten. En dan komt Lars via die kant of die kant aan. En dan kan hij, als het goed is, ons niet zien. Want hier kan je gewoon echt niet doorheen kijken. Dus we gaan de kofferbak open doen. En we gaan samen in de kofferbak zitten. Vanaf hier kunnen we alles filmen. Kunnen we Lars aanzien komen? Kunnen we zien parkeren? We hebben echt weer een topplekje uitgekozen. Besef dat ik stond met mijn neus op het raam en toen kon ik bijna niet eens naar binnen kijken. Ja, je kan het gewoon echt niet zien. Lars zal er om 2:30 zijn. Het is bijna 3 uur en Lars is er nog steeds niet. Gaat het goed? Nee, het zit hier zo heet. Fuck, hij staat naast ons. Hij heeft de auto naast die van Boos geparkeerd naast de RS3. Oké, nu is het in één. Dus ik let ook gewoon een minuut later uit de andere opname. Hij staat daar boven in het raam. Oh. Ja, gaat naar binnen. Ja, hij is binnen. Oké. Hij is binnen. Nu zitten we hier nog wel even, want ze gaan nu eens helemaal een plan bedenken hoe je een jacuzzi moet maken. Ik had hier beter bij kunnen helpen, dan ging het wat sneller. Oh, hij zit boven in het raam. Oh, ik ben blij dat ik daar nu nog niet zit. Les heeft de muziek per ongeluk aangezet. Doe uit. Het gaat nu een beetje opvallen, want wij zitten in de auto en de ramen gaan zo meteen beslaan. En dat is niet goed. Oh fuck, ze komen hier langs. Oh fuck, dat raam staat erop. Hij keek echt naar deze auto, hij zei iets over deze auto. Ik maak echt geen grapje. Niks aan, blijf liggen. Niet bewegen. Fuck, dit is zo spannend. Wessel, niet bewegen meer. Ze gaan nu de auto in. Alleen je mond mag bewegen. Het alarm staat er nu op. Oké. Ik ga liggen. Oh, kijk. Daar gaat Lars.
We gaan naar binnen, we gaan het kantoor in. Dat is een stuk beter te doen. Oké, we gaan nu gauw het kantoor in, dan kan ik ook eindelijk even plassen. Oh. Weet je wat die zei toen hij hier binnenkwam? Oh, die station daar is echt wel dik hoor. Ja, moeder heeft zo'n kortere, maar deze is echt wel dik hoor. Holy shit, nou hier zijn we in ieder geval veilig. En hier is de wc, dus die is voor mij. Oké, we gaan eens eventjes de trap op naar boven. En als het goed is, kunnen we boven wel een verstopplekje vinden. Hier heeft Boas zijn merchandise staan, hierboven. Dus dan is het handig dat we daar achterin een plekje gaan zoeken. Hier stond hij net en vanaf daar konden wij hem zien naar buiten. En als we dan hier over de reling kijken, dan kunnen wij lekker Lars bespioneren. Eerst moeten we even een plekje zoeken. Oh, Boas bandje. We gaan eerst even hier. Kijk, als we die open doen. Oh, hier kunnen we makkelijk met z'n tweetjes in. Alleen dan moeten we echt zeker weten dat Lars niet in deze fucking kast gaat kijken. Ja, maar waarom de fuck zou Lars in deze kast kijken? Ja, dat weet ik niet. Oké, dit is plan A. Dus dit is echt wel een goeie. Hier kunnen we met z'n tweeën zitten. In ieder geval, ze zijn nu naar de bouwmarkt toe. En Boas kwam met het idee om ook naar de bouwmarkt te gaan. En dan kunnen wij hem vanaf onze auto bespioneren terwijl hij de bouwmarkt in gaat. Dus laten we naar de bouwmarkt gaan. We gaan gewoon achter hem aan. We zijn aangekomen bij de bouwmarkt. Die is ja, daar. Je hebt ook de afgelopen tijd echt koude veel gegeten, vriend. Nee, het is niet zo aangekomen. We hebben trouwens Mees ook meegenomen. Mees is gewoon de hele tijd met Lars. En nu zit hij bij ons in de auto. Ook leuk. Als je een gele auto ziet, moet je zeggen gele auto. Gele auto. Ja, als je hem ziet. Daar! Oh, ik zie hem ook echt. Hij rijdt daar echt. Oh, ik moet plassen alweer. Ik vind het spannend. Hij is daar. En nu denk je dat hij nu gewoon naar jou kijkt, hè? Ja, nu lijkt het alsof hij ons ziet. Maar hij ziet ons niet. Het is een mooie gele auto. Vet zijn als hij nu achter die vrachtwagen vandaan komt. En dan precies daar neerzet, zodat wij hem kunnen zien. Ja. Meneer Peterson en Boas van Bochum. Hey Lars, onze grote teddybeer gaat nu de winkel in. Doei. Goed, ik ga de gele auto aanraken. Zijn ze eruit? Ja, ze zijn binnen. Ja. Ik ga de gele auto aanraken. Kun jij tegen Boas zeggen dat ze zo lang mogelijk in de winkel blijven? Oké, Wes en ik gaan samen de auto één keertje aantikken en dan gaan we gauw weer weg. Oké, we moeten wel oppassen, want daarvoor zijn dus de ramen. Kijk, in deze plas viel mijn telefoon. Maar ik heb een iPhone 12, dus hij is waterdicht. Oké, we zijn bij zijn auto. Yes. Ik heb zijn auto aangetikt. Oké, let's go. We gaan weg en dan gaan we naar het kantoor toe. We moeten wel weer rennen. We hebben het gedaan. Ik ben echt een topstalker. Aan de boven. We gaan hier gauw verstoppen. Gaan we gewoon in de meterkast zitten. Wij stonden net best wel lang in de file. Dus ik denk dat die andere twee jongens nu in de file staan. Dan hebben wij mooi alle tijd om hier te gaan verstoppen in die hele mooie kast. En vanaf hier kunnen we Lars ook heel mooi zien aankomen. En dan gaan we gewoon in dit kastje zitten. Wel een beetje donker toch. Kijk, daar zijn Boas en Lars. Moeten hier, kom hier wel staan. Oh, zacht hier. Daar loopt hij. Yes. Ik heb een plan. Yes. Dan gaat zijn auto weer wegrijden. Mochten jullie wel vragen wat dit is? Dit is een koortslip. Dat heb ik dus elk jaar. Wat nu het idee is, het framework is 4 bij. Dit is niet mijn. Yes, die!
mij afspreken, naar de camping gaan en zo. Ik denk, daar moet wat achter zitten, maar dat weet ik veel. Ik ben de hele dag gelopen stalken. Ja, ja, maar de camping ging dus niet door. Het bos ging ook niet door, eigenlijk niks door tot hier. Maar ik was er wel. Maar waar zat je net dan? In de kast of zo? Ja, heb je die mooie auto gezien? Die Volkswagen. Waar jij nog een mooi verhaal vertelt dat het zo'n mooie auto was. Die met het raampje open, ik dacht echt, je hebt ze door. Die Axion. Ja. Hoe kom je daar aan dan? Ja, meegekregen van... Dat heb je goed gedaan. Ik heb dat echt totaal nooit gedacht. Je hebt hem de hele tijd gevonden. Ja. En het is eindelijk.